Goeiedag, leuk dat je weer kijkt naar een videoreview van RCblog.nl. We gaan het vandaag hebben over een nieuwe case voor de DJI Mavic 2. Het is een case van mccases.com en het is een carrying case en het is de Compact Edition. Het is zoals we gewend zijn van mccases.com natuurlijk weer een hele stevige koffer. Je kunt er van alles mee doen, hij zal niet zomaar kapot gaan. Hij is water- en stofbestendig, IP67 gecertificeerd en de afmetingen zijn 34 bij 30 bij 15 centimeter. Het ledengewicht is 1,2 kilogram. De koffer is voorzien van een stevige handgreep om hem te dragen. Twee gaatjes waarmee je hem eventueel kunt afsluiten met hangsloten. De hangsloten zijn uiteraard niet inbegrepen. Een drukventiel en twee stevige sluitclips. Zoals we gewend zijn van mccases.com, stevige schuim met prachtige compartimenten, heel netjes afgesneden voor de accessoires en de drone. Een rubberen pakking om de koffer stof- en waterdicht af te sluiten. Schuim in het deksel om de bovenkant van de accessoires en de drone te beschermen. En een stevig scharnier. Dan hebben we de eerste uitsparing voor de DJI Mavic 2 Pro of Zoom. Hij past erin met propellers, dus ready to fly. De tweede uitsparing voor de remote controller, met daaronder ruimte voor kabeltjes of stekkertjes. Dan het compartiment voor de twee batterijen, met daaronder de ruimte voor de battery charging hub of eventueel extra propellers en kabels. Er zit natuurlijk altijd een batterij in je Mavic 2, dus je hebt altijd drie batterijen mee. Dan de uitsparing voor de netvoeding. De uitsparing voor de netsnoer en wat extra uitsparingjes voor geheugenkaartjes, kabeltjes of eigenlijk naar eigen inzicht in te vullen. Nou, zoals je gezien hebt, een kleine compacte koffer, handig mee te nemen, schitterende reiskoffer, stevig, kan eigenlijk niks meer mee gebeuren. Je drone is veilig, jij voelt je gelukkig en je kunt ermee gezien worden. Wil je meer weten van de cases van mccases.com? Dan kun je die zien op www.mccases.com. Kijk ook naar onze andere reviews voor de cases van mccases.com. Zo hebben wij bijvoorbeeld een review voor de DJI Inspire 2, de Spark en de Mavic Air. Kijk ook naar onze andere video review van de grote broer van deze Compact Edition, namelijk de Explorer Edition van mccases.com. Uiteraard ook een case voor de Mavic 2. Tot zover de video review voor de carrying case van mccases.com voor de Mavic 2, de Compact Edition. Vonden jullie dit een leuke video? Like hem dan. En abonneer uiteraard op ons YouTube kanaal. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en uiteraard graag tot de volgende keer.